Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een aflevering van een Rijker Leven. Mijn naam is Rogier en op deze plek leer jij hoe geld werkt voor jou in plaats van andersom. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, vergeet je zeker niet te abonneren en laat even een duimpje achter als je dit een interessante video vond. Vandaag ga ik het hebben over kraken. Uh, kraken is een crypto exchange en ook een bank. komt uit Amerika. Uh, want in de video over Polkadot. Heb ik ook verteld, niet alleen over uiteraard Dot, maar ook dat je daar 12% staking rewards kunt krijgen op Kraken. En ik heb ook beloofd om nog even een aparte extra video te maken, waarin ik uitleg hoe Kraken eruit ziet, hoe het werkt, hoe je daar kunt steken, hoe je coins overzet. Dat is precies wat ik in deze video dus ga doen. Um, allereerst nog even dus over Kraken. Het is een um, United States-based cryptocurrency exchange en een bank. Het is gefound in 2011 en uh, wordt nou ja, wereldwijd gebruikt. Er staan hier 40 cryptocurrencies. Maar op de website van Kraken zal je zien dat het inmiddels 57 currencies zijn uh, die je kunt traden daar. Uh, hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot Binance en Coinbase Pro? Kraken is de nummer 4 qua grootte van exchanges. Om jullie even een beeld te geven, mocht je er nog nooit van gehoord hebben. Het is dus een hele grote cryptocurrency exchange en bank. En daarmee dus ook heel solide en betrouwbaar. Dan, um, ja, hoe kom je daar? Ik heb beneden in de comment, de gepinde comment, heb ik een, uh, een referral code geplaatst. Als je daar op klikt, dan kom je uiteindelijk ook bij de website van Kraken. En daar kan je straks een account aan maken, mocht je dat willen. Heel simpel, door gewoon klik op get started en je begint gewoon het registratieproces. Maar daar gaan we nu even niet helemaal op in, want ik heb natuurlijk al een account. Dus laten we snel gaan naar wat je ziet als je dan eenmaal bent ingelogd. Als je dan eenmaal bent ingelogd op Kraken, de cryptocurrency exchange, dan krijg je het volgende scherm te zien. Ik vind het een hele gebruikersvriendelijke interface wat Kraken heeft. En wat ik jullie in ieder geval ga laten zien is even het overzicht van je, van je balance, je wallet. Uh, hoe het de stakingomgeving eruit ziet. En ook hoe je hier crypto kunt kopen en verkopen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, en uiteraard hoe je hier dan uh, funds uh, opkrijgt. Want de kans is natuurlijk groot dat jij minimaal op één. Potentieel zelfs meerdere exchanges zit met jouw crypto. Hoe langer je in crypto zit, dan zal je vaker zien dat je meer dan één exchange nodig hebt. En waarom is dat? Eén is dat afhankelijk van de coins die je in je bezit wilt hebben, zou je die niet overal kunnen krijgen. Zeker altcoins niet. Binance is een platform waar je ongelooflijk veel coins kunt kopen, maar niet, ook niet alle. Uh, wellicht zit je bijvoorbeeld ook op een Bitfavo of op een Coinbase uh, of een ander platform. Maar zoals je weet, ik ben zelf ook op zoek naar waar kan ik mijn winst uit crypto maximaliseren en mijn positie verstevigen, passief crypto verdienen. Ik heb ook een video gemaakt uh, over staking. Die is wat, wat breder. Het gaat niet uh, over kraken per se, maar wel hoe je de maximale waarde kunt creëren uit staking. Die link ik ook even hier. Kan je hierna even gaan kijken bijvoorbeeld. Ja, dus aan het eind van deze video ben je in ieder geval behoorlijk wegwijs uh, binnen kraken. Dan kan je zien of het wat voor jou zou kunnen zijn. Um, laat, en ik, wat ik ook even ga laten zien is bijvoorbeeld staking van, Polk, van Polkadot. Hè? Want dat is ook de verwijzing naar de video. Dat kan je ook doen bij Binance. En dan ga ik ook even laten zien wat de rewards zouden zijn op Binance. Zodat je goed, uh, goed, ja, een goed en wel overwogen besluit kunt nemen of je hier naartoe wil, ja of nee. Afijn, ah, je begint dus op deze website en hier zie je een overzicht waar je meteen kunt kopen of verkopen van crypto. Mijn advies meteen zou zijn: maak hier niet gebruik van. Want dit ziet er super makkelijk uit. Dat is het ook. Maar dit zijn market orders die je hier plaatst... waardoor je niet precies weet hoeveel je gaat betalen voor de coin. Um, dus ik zal straks laten zien hoe je dat efficiënter kan doen... waardoor het ook weer iets goedkoper voor je wordt om coins te kopen. Je ziet hier bij mij dat mijn available balance is 0. 0 dot, nul US dollar. En dan denk je misschien, Hè, hoe kan dat nou? Rogier heeft toch uh, ook Polkadot? Uh, waarom staat hier 0? Dat komt omdat mijn Polkadot staat niet op mijn available balance wat ik dus meteen kan verkopen. of meteen kan versturen naar uh, een andere exchange. Nee, uh, mijn polkadot zit in de staking uh, van Kraken. Laat ik ook nu meteen als eerste even zien. Staking bij Kraken is super easy. Hier zie je mijn uiteindelijke balans. Ik heb 4000 dollar aan uh, polkadot. En je ziet dat ik uh, zo'n 108. Polkadot aan het steken ben op dit moment tegen een jaarlijkse reward van 12 procent en die wordt twee keer per week uitgekeerd. Ja. Hier zie je wat mijn totale reward is op dit moment en je kan heel eenvoudig klikken, bijvoorbeeld ik wil steken. Daarvoor heb je uiteraard eerst coins nodig die je kunt steken. En hier zie je wat dan de reward zijn van de coins die je hier zou kunnen steken. Ja. Um, dus dat is natuurlijk aan jou wat je daar dan mee wil doen. Maar op het moment dat je dus um, wel op je balans coins hebt staan... dan zeg je gewoon ik wil steken. Nou, stel je voor dat het Polkadot zou zijn. Dan klik je op Polkadot. Dan geef je aan hoeveel je er zou willen steken. Nogmaals, ik heb nu niet Polkadot over om te steken... want je ziet ook mijn balance is 0. Maar stel dat het 100 zou zijn. Dan zeg ik gewoon 100... En je ziet hier ook bi-weekly, dat betekent twee keer per week wordt het uitgekeerd, waardoor je een mooie rente op rente-effect krijgt. En je kan ook zeggen, nou afhankelijk van hoeveel procent, om het jezelf makkelijker te maken. En dan uiteindelijk zeg je continue, en dan worden jouw coins overgezet van je balans naar de staking omgeving. Als je dan denkt van ja, maar um, dat is mooi, hoe kom ik dan weer bij mijn coins en hoe lang duurt dat? Dan kun je dus een staking doen. En dan ga je dus naar welke assets je zou willen ontsteken. Sommige platformen heet dat undelegate. Hier is het gewoon echt unstake. Duurt een week. Dus je moet wel even geduld hebben voordat je je coins krijgt. En hier kan je dan zeggen: Nou, hoeveel coins wil je onsteken? Ja, je kan een percentage invullen, maar je kan ook gewoon alles doen. Uh, en je klikt op unstake en je gaat uiteindelijk weer beschikking krijgen over jouw coins. Uh, je kunt ook sneller. Beschikking krijgen over je coins, maar daar betaal je altijd een fee over. Dus hou daar voor altijd wel rekening mee. Ik ben nog enorm bullish op de hele crypto markt. Ik ga echt nergens naartoe. Dus voor mij de komende periode blijf ik gewoon lekker steken. Een extra crypto verdienen. Ik word daar heel erg blij van. En hier beneden, als je dan wat naar beneden scrolt op deze omgeving, dan zie je ook van wat zijn dan mijn laatste rewards geweest? En wanneer is dat dan? Ja, dus uh, hier zie je dat mijn laatste transactie uh, is op 28 april. Heb ik Polkadot bijgekocht en die ben ik gaan steken, 74 stuks. En daar krijg ik nu gewoon rewards over. Hier zie je dat het ook 30 april, 4 mei, 7 mei en 11 mei. Dus twee keer per week krijg je dat erbij. Zo simpel is eigenlijk de stekingomgeving. Veel meer dan dat komt er niet bij kijken. Um, stel je voor nou dat je. Um, geld over wil halen hier naartoe, dan kan je op verschillende manieren doen. Zelf ben ik enorm voorstander om eerst uh, US dollar tether ergens te kopen. Meestal doe ik dat via Binance. Want Binance geeft ook best wel verschillende mogelijkheden uh, als het gaat over het versturen van crypto over verschillende netwerken heen. Um, dus, um, maar je kan ook gewoon geld storten bij Kraken. Dat is geen probleem. Heb ik zelf geen ervaring mee, maar het kan wel. En dan zeg je gewoon: dus, hè, dus je gaat dus bij buy crypto. En dan zeg je gewoon nou deposit uh, euro via een bank transfer. Het is bij Kraken dus niet mogelijk om via Ideal een storting te doen. Dus het voordeel van Ideal is dat het vaak uh, direct beschikbaar is. Daarom vind ik Binance voor dat soort zaken fijn. Ik stort geld via ID. het staat er meteen, ik koop Tether, ik stuur Tether over, ik koop Polkadot en ik ga Polkadot steken. Dat is hoe ik dat doe. Maar goed, stel je voor ik wil gewoon depositen euro's, dan, uh, dan zeg je gewoon nou welke, via welke methode wil ik dat dan? Ik wil gewoon een SEPA een uh, transfer doen en dan krijg ik hier de informatie die ik dan moet gaan opnemen in mijn betaling, waar het heel belangrijk is dat je ook de juiste referentie meegeeft. Uh, want als je dat niet doet, ja, dan komt uiteindelijk uh, dit geld uh, niet aan in jouw account. En dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Het is wel zo dat je uh, moet wachten. Ja, dus er is een 72 uh, uren hold. Wordt op je eerste deposit harde 72 uur vastgehouden. Dus nou ja, hè, dus dat betekent dat als je geld overmaakt, dat je best wel even moet wachten. Dus wil je dat allemaal niet, dan is het zeker gewoon handig om. Um, Crypto over te sturen. Nou ja, dan gaan we eens even kijken naar hoe dat werkt. Maar stel nou dat je, dus bijvoorbeeld, US dollar Tether, of misschien wel zelfs gewoon Polkadot zou willen uh, oversturen van een andere exchange hierheen, zodat jij 12% staking reward zou kunnen krijgen. Dan ga je naar funding. Uh, en bij funding, hier zie je gewoon wat mijn geschiedenis even is. Uh, ik heb een aantal keren een deposit gedaan. Uh, ik heb 2.500 uh, tether uh, overgemaakt op 28 april. En hier zie je dat ik uh, Polkadot heb gestort op Kraken. Deze stond bij mij initieel op Binance. En die heb ik overgehaald naar Kraken. Dus hier zie je dat ik dat uh, zelf gedaan heb. Je scrolt naar beneden. Dus bij funding scroll je naar beneden. Uh, en dan zeg je hier deposit. Nou. Wat wil je dan depositen in je account? Nou, dan zou je zomaar US dollar Tether willen depositen. Nou, kan je altijd naar beneden scrollen. Dan zie je hem ook staan Tether US dollars, USDT. Maar je kunt ook gewoon um, bij de search intikken USDT en dan zie je Tether. En uh, wat je dan ziet in dit plaatje, uh, zie je dat ik dus hier 2.500 US dollar tether heb gestort. En aan de linkerkant kan je zien, met inclusief het adres waarin het moet storten, wat de minimale deposit is. Um, en je kan dan ook kiezen over welk netwerk bijvoorbeeld je wil dat het geld wordt overgemaakt. Dus belangrijk om hier zover te zorgen, dat als je dit vanaf Binance bijvoorbeeld doet, dat je altijd bij beide, hè, want dit netwerk geeft een apart adres. Als ik hier naar een ander netwerk ga, krijg ik een ander adres. Dus op het moment dat je bij Binance zegt: ik wil mijn tether oversturen naar Kraken, zorg dan dat je het juiste netwerk gebruikt. Anders kun je ook eventueel je coins verliezen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen: nou, ik wil Polkadot oversturen. Nou, dan kan je niet kiezen over welk netwerk dat gaat. Um, dan is dat is dan uh, uh, vrij eenvoudig. En dan heb je dus hier het adres um, en die kopieer je waar het naartoe maakt en dan nou gaat en dan plak je die in de exchange waar je dan je polkadot hebt staan om het hier naartoe te sturen. Aan de rechterkant kan je zien dat ik dat eerder heb gedaan. En dat is op 16 maart geweest heb ik uh, uh, 32, 33 polkadot overgestuurd. Dus dat even voor het funden van je account met crypto. Um, voor mij is dit de meest... Gebruikelijke manier hoe ik ervoor zorg dat ik crypto van A naar B verstuur. Ik stort nooit via een wire transfer. Ik gebruik eigenlijk ideal, koop ik crypto van en stuur ik heen waar ik het hebben wil. Um, dus dat even oversteking. Ja, uh, Kraken is dus een gigantische crypto uh, exchange en het is een bank. Dus dat betekent dat je hier ook kunt traden. Dus op het moment dat je zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel uh, iets gaan kopen, zijn er verschillende manieren om dat te doen. En ik loop er even doorheen. Allereerst, de makkelijkste, wat, waar je dus mee begint als je inlogt, is: ik wil van euro's naar bitcoin of bijvoorbeeld naar polkadot. Als je die 12% steking zou willen hebben. En je zegt gewoon, huppakee, ik koop die handel. Uh, dan wordt er gewoon een market order geïnitieerd en dan heb je meteen, zonder enige gedoe, heb je je polkadot. Echter, het is niet de goedkoopste manier, want als je dat wil, dan ga je dus naar Trade. En als je bij Trade bent, dan zie je ook hier drie verschillende opties. Maar er is nog een uitgebreidere optie, maar ik ga ze nogmaals even allemaal doorlopen. De simpele manier, maar toch iets uitgebreider dan Buy Crypto, is een order, simpel, waarbij je in ieder geval kan zeggen, ik wil een market order en een market order is heel eenvoudig. Dat betekent gewoon dat voor de beste prijs die het dichtst bij de huidige marktprijs ligt en iemand die biedt zijn of haar coins te kopen aan, die koop je. Dus dat kan betekenen dat als jij de koers staat uh, nu voor, laat ik even Polkadot uh, nemen. Dus stel dat ik uh, Polkadot zou willen kopen, dan zie ik dat de koers op 37 6,999 US dollar staat. Dus als ik dan een market order plaats, kan het heel goed zijn dat ik er 38 of misschien wel iets boven de 38 dollar voor betaal. Dat is de market order. Een limit order betekent dat jij zegt, ja, dat is leuk, maar ik wil een fixed price per dot. Dus ik stel je voor dat ik zeg, nou, ik wil 37 dollar per dot gaan betalen en ik wil de 10 hebben. Dan rekent hij gewoon uit. Nou, dat kost je dan 370 euro. Want 10 keer 37 is 370. Dit is al veel stuk goedkoper. Stukje goedkoper moet ik zeggen. Dan een market order. En dan zeg je nou kopen. Even, hier staat nu US dollar. Maar we hebben het over US dollar tether gehad. Dus als ik dan eventjes zoek hier dot. Dus dan klik je op dot. US dollar tether. En dan. Um, staat hier bij dot with US dollar teller. Intermediate, dan kan je uh, alweer iets meer informatie ingeven. Uh, lijkt heel erg op basis van wat we net zagen. En bij geavanceerd kan je ook aangeven bij een limit price. Met een plusje. Uh, dan, dan staat er een offset from the market price. Uh, en bij de min is een negative offset. Dat betekent eigenlijk dat als je static non-relative price. Dit is dan echt keihard de limiet die je wil betalen voor één DOT. Als je de plus of de min doet, dan kan er dus een kleine afwijking ontstaan. Wat ik al net zei. Nu staat hier de koers 37,60. Als je is doet, dan wordt het echt die prijs. Dus dan moet iemand het verkopen voor die prijs. Dan krijg jij hem. Uh, en, uh, en als je dus zegt, nou ik wil plus of min. Dan krijg je hem dus nou, mogelijk iets duurder of iets goedkoper. Uh, als je dan denkt: Ja, dat is leuk, maar ik wil toch gewoon even de feel hebben uh, van uh, het traden. Zoals je dat altijd gewend bent. Uh, of je wil eigenlijk gewoon ook uh, de hele orderboek. Je wil alles gewoon even, even zien. Dan klik je op uh, connect op dit scherm. En dan kom je eigenlijk in het meest geavanceerde trading scherm van Kraken. En hier moet je niet van schrikken. Uh, want zo ingewikkeld is dit niet. Even een klein beetje afstand nemen van het scherm. Niet gelijk naar alle details kijken. Wat valt op? Hier zien we de koers van wat we geselecteerd hebben. En je ziet hier dot US dollar tether. En er staat op één dag. En uh, die kun je dus ook favoriten als je dat zou willen. En hierboven zien we nog een aantal markten. En je kunt hier ook gewoon nog een markt aan toevoegen als je dat wilt. Um, hier met het pijltje naar beneden kan je ook alle andere markten, maar hier zie je ook alle andere varianten van DOT die je zou willen of kunnen handelen. Dus dat is helemaal aan jou wat je zoekt. Dus wil je Ethereum kopen, dat kan met Australian Dollars, kan met Bitcoin, het kan met Canadiens Dollars, kan met van alles nog wat. Dus uh, eat your hard out zou ik zeggen. Maar op het moment dat je dan de keuze hebt gemaakt van nou, ik wil uh, Polkadot kopen uh, met US Dollar Tether. Nou, dan gaan we een stukje naar rechts. Wat zien we dan hier? Wat betekent dit waar ik naar kijk? Deze lijn hier, precies in het midden, die 37,8338, dat is eigenlijk het midden van alles wat hier wordt verkocht in het rood en alles wat gekocht wordt in het groen. En je ziet hier dat deze grafiek van, van laag eigenlijk naar steeds hoger gaat en bij rood ook. Dat betekent dat hier zie je ook een kleine gap. Dat de eerste sell order, dat zie je ook hier in het orderboek, komt beschikbaar voor 37, dollar, uh, 37 US dollar tether, 81,78. Dit is de hele tijd in beweging. Als je hierop klikt, dan kom je meteen aan de rechterkant bij een limietorder, pak je dan die prijs. En je ziet dat voor dit bedrag worden er op dit moment dus... Zo'n 65 verhandeld. Nou, en dat, dat, dat is continu in beweging. Het zijn ook gigantische aantallen. Kraken is dus niet voor niets. Een van de grootste exchanges. Dus een enorm volume. En dat is fijn, want daardoor kan je efficiënt handelen. Dit is een manier. En dan zie je hier ook in de, aan de linkerkant, zie je dan jouw potentiële order. En die kan je dus ook, die kan je verplaatsen. Dus je kan dan zeggen van, nou, ik wil bijvoorbeeld kopen. Nou ja, waar wil je dan kopen? Nou, dan zeg ik, ik wil gewoon... Uh, je ziet ook dat als ik het verschuif, dan past hij automatisch de prijs aan. Dus zo zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld, van nou, ik uh, sta nu op een dag, maar ik wil misschien wel even op de 4-uur-grafiek op de uh, kijken. Nou, dan kan je hier ook zien, je kan hier ook allerlei lijnen trekken als je zou willen. Uh, als je zegt, nou, oké, uh, hij is uh, hier, hè, dus 10 mei om 10 uur is hij behoorlijk gezakt. Nou, hij begint weer een klein beetje omhoog te komen hier. Dus je zou zeggen, nou maar ja, misschien zakt hij nog wel iets terug. Weet je wat? Het zou zomaar kunnen dat hij ergens op dit niveau nog even een keer gaat testen. Of zo gaat voor jezelf. dat dus je denkt, nou oké, okay, vind ik een mooie prijs. Dus ik wil voor 36,9863. Ik kopen. En dat is dus het voordeel van deze manier van traden: dat je gewoon je prijs kunt bepalen. En dat is natuurlijk bij verkopen ook zo. Je kan ook zeggen van, nou ik wil gewoon verkopen op 44. En dan zeg je: ik, ik wil 75 uh, van mijn DOT uh, verkopen. Uh, en dan zet je gewoon uh, review and sell. En dan zie je rechts onderin de orders uh, die uitgevoerd zijn. Je ziet dat ik op 28 april uh, uh, 74 Polkadot heb gekocht tegen een prijs van 33 dollar. Nou, inmiddels staat die dus uh, ietsje hoger. Dus deze zijn al in profit. Dus dat is fijn. Dus dat is in ieder geval de, wat uit, nou ja, de uitgebreide tradeomgeving van Kraken. Heel overzichtelijk. Je zoekt uh, hier linksboven welke coin je wilt traden tegen welke currency. Dat is natuurlijk de currency die je zelf hebt overgezet naar kraken. Als dat US dollar Tether is en je wilt dot kopen, dan doe je dus dot US dollar tether. Als het een andere coin is waar je die wil kopen, dan selecteer je dat uiteraard uh, hier. Als je dan gewoon weer teruggaat naar um, jouw overzicht. Nou, dan hebben we dus de trading-scherm hebben we dan helemaal gehad. Mijn advies zou zijn: um, maak gebruik van, ja, de, de geavanceerde trading. Vind ik zelf het makkelijkst. Vind je dat nou echt te lastig? Doe dan gewoon nieuw order, simpel, maar maak wel gebruik van een limiet. Ja, dus kijk even wat de laatste prijs is geweest. Vul dan die prijs bijvoorbeeld als limiet in, dan weet je dat je in ieder geval nooit meer gaat betalen dan deze prijs. En dan uh, rekent hij uit, reken uit hoeveel dot je kan kopen. En je plaatst de order en je bent klaar. Vervolgens heb je dus die polkadot gekocht of een andere coin. En dan denk je: oké, okay, nu wil ik gaan steken. Dan ga je naar staking. En dan zie je hier bovenin bij jouw balans waarschijnlijk dat je zoveel dot uh, hebt gekocht of een andere coin. Uh, en hier kun je dan heel makkelijk uh, ook op dit muntje klikken, steken. Maar je kan ook gewoon op deze grote knop uh, drukken, steken. En dan selecteer je gewoon de currency die je wilt steken. In dit geval Polkadot. Uh, stel dat je er 10 hebt, nou, dan zeg je gewoon hier 10 uh, stuks. En dan zeg je confirm. En dan begin jij met het genieten van rente op jouw uh, Krakenaccount. En dat is uh, echt hartstikke leuk. Uh, want zoals jullie al uh, hebben gezien, um, krijg ik gewoon keurig netjes twee keer in de week rewards uitgekeerd. Nou, en dat is gewoon gratis, uh, gratis geld. Gratis crypto, met nog de volatiliteit van de koersen. Dus mocht je, je afvragen: Oké, okay, maar als ik dan ga steken, is dan de koers bevroren, krijg ik alleen die 12%? Nee, de koers kan omhoog gaan, de koers kan dalen, maar je wordt altijd betaald in crypto en er wordt daarbij niet gekeken naar uh, wat de koers op dat moment is. Je, wordt, je krijgt gewoon 12% over de hoeveelheid dots die je hebt. En daarmee is dat gewoon super interessant. En zeker omdat. Mijn verwachting, zoals je, wat je ook hebt gezien in de Polkadot video, als je die nog niet gezien hebt, zeker even kijken. Ik link hem ook nog even voor het gemak. Is dat mijn verwachting? Is dat we de 100 dollar dit jaar zeker nog wel gaan halen? Dus drie keer de huidige prijs is, uh, is mijn persoonlijke target. Dat gaat natuurlijk nog wel even duren, maar ik heb de tijd ondertussen. Uh, ben ik gewoon heerlijk extra dot aan het vergaren? Nou, je ziet hier uh, 0,91. Uh, dus als stel je voor dat die op 100 dollar zou staan... is dat al 100 dollar aan uh, free money. En uh, dat wordt alleen maar meer. Dus, uh, en hier zie je de total rewards ook. Dat, dat is natuurlijk een vertaling van wat de koers is van DOT. Uh, dus uh, 34,5 dollar heb ik nu aan, ja, aan rente, zou je ook kunnen zeggen, gekregen. Tot slot uh, wou ik nog even laten zien als je... Uh, hè, want vele van jullie zitten vast en zeker op uh, Binance. Bij Binance heb je natuurlijk Binance Earn... En bij Binance Earn kan je altijd kijken van wat is de rente die je krijgt. Dus stel je voor dat je even Polkadot zou willen zoeken. Uh, dan zie je dat uh, in ieder geval bij flexibel sparen, dan kan je altijd direct ook bij je geld, uh, krijg je een half procent per jaar rente. Ja, dat is, uh, daar komen we ons bed natuurlijk uh, niet vooruit. Uh, als je dit op een spaarrekening op een bank zou krijgen, dan zou dat veel zijn, maar het is natuurlijk echt om te huilen. Laat staan de rente die je werkelijk op spaargeld krijgt. En veelal moet je tegenwoordig al snel gaan betalen op spaargeld als je wat vermogend bent. Dit um, is Binance Earn, dit is Flexible Saving, maar je kunt ook gewoon gaan steken, vast. Uh, en als je dan wil weten van oké, okay, maar wat is dan, uh, wat levert me dat op? Daar kan je dot ook. dan zie je, hé, hey, dat is 12,79% per jaar. Interessant, maar die contracten moeten wel beschikbaar zijn. En je ziet dat 30 dagen is verkocht, 60 dagen is verkocht, 90 dagen is verkocht. En ja, er komen altijd weer nieuwe contracten beschikbaar. Maar nogmaals, uh, elke dag dat je dus geen rente kunt vangen, mis je. En de staking bij DOT is uh, uh, in dat opzicht niet compound. Want je plaatst hier je crypto in, er wordt 30 dagen rente over uitgekeerd. Die komt naar, gaat naar je spotaccount. En als die 30 dagen voorbij zijn. Dan kan je alles weer opnieuw vastklikken. In een nieuw contract, inclusief de rente die je vergaard hebt. Ik vond zelf dus kraken heel erg makkelijk. Want a ah, heb ik geen gedoe met iedere keer mijn contract verlengen. Uh, en trouwens, ik heb gewoon compound interest. Dus alle rente die hier wordt uitgekeerd, daar maak ik automatisch ook weer rente op. Dus uh, dat is mijn overweging. Alleen, het is soms wel echt, uh, heeft Binance hele mooie percentages. Dus zeker de moeite waard om even te checken. Voor mij is, uh, voor Polkadot in ieder geval, uh, dat is de reden waarom ik op Kraken überhaupt een account heb aangemaakt. Omdat ik de, de rente, de staking rewards op Polkadot echt fantastisch vind. Ja, daar zijn we eigenlijk al mee aan het einde gekomen van uh, deze video over Kraken. Uh, het is uh, dus uh, vrij uh, eenvoudig uh, zoals jullie zien. Bij History kan je ook nog even zien van uh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in mijn account. Hoeveel, hoeveel geld, of uh, hoeveel polkerdot, hoeveel stekingen in je woord zijn er binnengekomen? Test hebben we een goede supportpagina. Het is een hartstikke betrouwbare partij, grote partij. Wat is de nummer vier van exchanges wereldwijd. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Uh, en dat, daarmee ja, is het gewoon heel safe voor mij, in ieder geval, om hier gewoon geld uh, neer te zetten. En in de toekomst waarschijnlijk nog meer geld afhankelijk van uh, waar de bonussen en de staking rewards het beste zijn, en hoe betrouwbaar de exchanges uh, ook zijn. Dus, mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit punt op mijn uh, kanaal, laat, vergeet je zeker niet om je te abonneren. En laat even een duimpje achter als je deze video hulpvol uh, uh, vond. Mocht je nog een vraag hebben over uh, het Kraken-platform, laat het gewoon even weten hier beneden in de comments. Dan uh, zal ik uh, zeker mijn best doen om je vraag te beantwoorden als ik die kennis heb. En uh, mocht het niet lukken, laat ik je dat ook zeker weten. En uh, ja, dan zie ik je graag weer in de volgende video. Hè. Iedere zaterdag om uh, tien uur s ochtends komt er een nieuwe video uit. En uh, bedankt in ieder geval voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Tot ziens!